Hallo allemaal, ik ben Paul van Loon en ik schrijf kinderboeken. Weet je wat een boek is? Een boek is een geschenk voor iedereen. Niets heeft zo'n magische kracht als een boek. Het tovert beelden in je hoofd. Een boek zet jouw geest in beweging. Een boek laat films in je hoofd ontstaan waarvan jij zelf de regisseur bent. In jouw hoofd komen de personages tot leven die in het boek zitten te wachten tot jij met hen mee op avontuur gaat. Een boek opent deuren in je hoofd waardoor je nieuwe, fantastische, wonderlijke werelden ingaat. Ik als schrijver zet de deuren in mijn hoofd open waardoor mijn verhalen naar buiten kunnen stromen, de wereld in. Die kun jij dan lezen. Open het boek en de griezelbus rijdt naar buiten. Jij stapt in en rijdt mee in de griezeligste rit van je leven. Open het boek en Dolfje Weerwolfje springt uit zijn raam en holt huilend van blijdschap onder de volle maan door het landschap. In je hoofd zie jij dan een film. Jouw film. Lees de eerste regels van Fuchsia de Mini-Heks en je bent in het heksenbos. Een boek laat je met draken vechten naast Thomas, de rode ruiter in de wereld van Ravelijn. Als je denkt dat boeken alleen maar letters, woorden en zinnen op papier zijn, dan vergis je je. Van boeken worden films, tv-series, musicals, games, parkshows en nog heel veel meer dingen gemaakt. Wat denk je van tekeningen, schilderijen, beelden, poppen? Te veel om op te noemen. Maar misschien wel het allermooiste is toch het verhaal dat in jouw eigen hoofd ontstaat als je een boek leest. Dan ben jij de maker. Dus lees een boek en ontdek de kracht van je verbeelding. Dat is een geschenk voor je hele leven.